zijn er weer in de DAF. We hadden een probleempje gisteren met de laadstroom. Hij laadde niet bij. Maar zoals je kunt zien is het nu weer prima. Zelfs met dimlicht aan. Ik heb het licht aan. Laat je prima bij. Is helemaal goed. Het was gewoon een los draadje aan de spanningsregelaar. Dus dat is klaar. Verder test ik nu even serieus snelheid. Ik rijd nu voor het eerst op de autoweg, de Eemshavenweg, dat is het 100. Nou, we hebben dikke wind tegen, maar hij rijdt makkelijk 100. Ik rijd nog lang niet top speed. Ik kan nog wel even een beetje gas bijgeven, maar we hebben hele dikke wind tegen. Dus ik weet niet of er nog wat bij komt. Nou, voorlopig lijkt dat dus allemaal super deluxe. Maar er is er weer een nieuw onhebbelijkheidje. Ik kreeg de kachel niet uit. Zoals je misschien ziet, staat hij op blauw. En of ik nou blauw of rood, hij blijft warm. Dus dat is niet helemaal goed. Er blijft denk ik ergens een klep hangen in het kachelhuis. Maar op een zomerdag is dit wel heel erg warm. Dus dan moet ik nog even naar kijken of die klep, als dat het is, neem ik aan. En dan even gangbaar maken. En of we daar een beetje bij kunnen. Moet even zien. Het zal wel niet al te ingewikkeld zijn. Dus dat is eigenlijk de volgende. En het... maar dat wisten we al, dat is de ruitersproeier, die is lek. Hier, deze. Als je op drukt, dan spuit er binnen in de auto een straaltje uit in plaats van buiten. Dus dat is ook niet helemaal goed. Moet ik ook even kijken of ik dat provisorisch kan maken. Lukt dat niet, dan moet er even een ander knopje op. Maar verder, net als de vorige proefrit, ja, rijdt het gewoon... echt super. Het is ja, rijdt prima. Het dreunt een beetje. Ja, maar ja, we rijden nu ook al 110 inmiddels. Dus het wordt nu al bijna illegaal, hè? In deze 100 kilometer tijden. Dus een buitengewoon bruikbaar autootje op deze manier. Door de wind moet ik het stuur wel een beetje vasthouden. Maar dat is op zich niet ongebruikelijk in een auto. Maar goed, hier laat ik het eerst even bij. Tot zover.